Ja, misschien een roltrap. Gewoon zo dat ze erop stappen en dan gaat het gewoon zo. En dan komen ze zo op het strand uit. Perfect! Ja, ik zou het halen. Mensen van Dodo, welkom bij een nieuwe Mindtopia aflevering. Vandaag gaat het dan echt gebeuren. Ik ga mijn plot kopen voor het resort. Vind je het nou vet? Vergeet niet het duimpje omhoog te smashen. Halen we de 1500 likes. Komt er morgen gewoon weer een aflevering online. Ik sta hier dus bij een van de plots die ik wilde kopen. Dit is plot 45. En ik heb mijn shaders niet aan, dus die doe ik aan zo. Wow, baas. En hier zag ik dus een plot. Nou, nu weet ik niet echt. Er zijn natuurlijk nog andere plekken die ook interessant kunnen zijn. Hier, deze plot. Deze is ook wel mooier, jongens. Hier kan je wel een mooi resortje kwijt. Maar er zijn natuurlijk ook nog andere keuzes. Volgens mij heeft de bank, heeft Gijs een overzicht van wat je allemaal kan kopen. Dus ik ga vandaag eventjes langs hem om te kijken wat er allemaal mogelijk is überhaupt. En ook wat voor prijzen hiervoor staan. Want ja, wat zou zo'n plotje ongeveer kosten? Ik weet het niet. Zo bij het water. Je kan het strand nog uitbreiden. Dat kan best wel wat kosten. Maar ik heb natuurlijk ook best wel wat geld. Dus we gaan eventjes gezellig naar de bank. En het is echt super druk in Sunnyville. Wat me helemaal niets verbaast eigenlijk. En volgens mij heb je nog niet eens officiële inwoners. Uit mijn hoofd. Even kijken. Hier is de bank. Oh, wat staat er statig bij. Een zeer statig gebouw. Goede avond, ja, we mogen avond. Goedenavond, ja. Nou ja, de zon staat laag, maar het is inderdaad al avond. Het is als we op de klok gaan kijken, dan kunnen we technisch gezien zeggen het is avond. Is het ook niet het einde van de werkdag? We werken overuren hier. Echt? Hebben jullie het druk? Nee, maar om gewoon nieuwe bewoners zeg maar een indruk te geven dat we iets om hem geven. Ah ja. Natuurlijk doen we dat ook, maar meer gewoon van het principe van niet dat iemand hier bij de bank komt echt denkt, oh, mijn droom. En dan is van, nee, sorry, we zijn echt laat. Werk maar 5. Ja, kom maar morgen terug. Ja, nee, over een droom gesproken. Ik heb zo'n soort van droom. Nou, waarmee kun je jou dan vandaag helpen als bank zijnde? Nee, ik ben eigenlijk op zoek naar een mooi plot. Een beetje lekker bij het strand. Ik bedoel, Sunnyville is natuurlijk strand, zon. Precies. En wat nog meer? Zee. Zon, strand en zee. Ja, dat klopt best wel aardig, denk ik. Ja, toch? Dus lekker ik wilde drankjes en lekker drankjes. Oh. En ga zo maar door. Ja, ja, ja. Nee, dat is dus ook eigenlijk waar ik een plot voor zoek. Voor het resort dat ik wil maken. Dat is best wel leuk. Wat is ongeveer je budget wat je in hoofd hebt? Of zeg, is geen limiet aan gewoon geld stampen en het wordt wel iets moois. Ik heb op het moment heb ik geen lening, maar ik heb ook niet oneindig geld uiteraard. Dus ik denk dat het ergens... Heb jij geen geld in je tuin? Nee, ik heb nog geen plot. Ah, balen man, ik zoek hem nog steeds eentje. Nou, er staat eentje achter je, een bonsai. Maar daar komen alleen maar centjes vanaf, of niet? Hij doet niks. Oh. Het is gewoon een hele saaie... Volgens mij is hij zelfs nog nep. Echt? Ja, zie jij een naald die hier liggen op de vloer? Nee, dat niet. Nou, dan is hij waarschijnlijk... Verdomme, we hebben ook nog nep. Echt, ik moet nog een gesprek gaan hebben met de gemeente. Want dit moet je wel even tussen ons houden, hè? Ja. Kijk, bij jouw bureau hebben ze allemaal fancy camera's neergaan. Mm-hmm. Jazeker, staat helemaal vol mee. Kijk eens hoe de bank hier... Oh! Oh, ze hebben eindelijk toch naar mijn... Echt. Hebben ze naar je geluisterd? Ik kwam hier aan en het was echt van, er zijn geen camera's. En ik zei van, jongens, ik ben de bank. Er zit superveel geld hier. Ja, ja, ja. Het is van, laten we geen camera's ophangen. Dan is er gewoon niks aan de hand, denk ik. Nee, maar kijk, ik als politiechef, dan gaat er natuurlijk ook helemaal niets fout hier, hè? Nee, daarom. Maar we hebben dus nu camera's, dus ik kan daar niet meer over zeuren. Drommels! Nee, maar... cool, man. Ja, ik zoek eigenlijk dus iets rond 1 ton, denk ik. Ik weet niet hoe die prijzen hier zijn. Zouden we daarmee een beetje kunnen sjoemelen met de prijs? Of... Nou, als dat richting beneden is, dan... Oké, nou, we gaan wel gewoon wat... Ik ben namelijk ook een beetje aan het rondkijken geweest voor je. Want je had dus het idee van, oh, ik wil een vet cool resort maken. En ja, ja, ja. Toevallig zag ik dit mooie plot op mijn lijstje staan. En ik dacht eigenlijk gelijk aan jou. En dat bedoel ik niet op een of andere rare romantische nee manier. Nee, ja. Maar gewoon meer van, je had het toen al over je resort. Ik denk echt van, is toch perfect? Ah. Je hebt zat ruimte. Wie weet wil je een zwembad maken. Het is wel echt gigantisch trouwens. Of een poolbaan. Of wil je jetskis gaan verhuren? Het kan allemaal. Wauw.
Alleen... Ik had deze helemaal niet gezien, eerlijk gezegd. Ja, dat budget van jou gaat die een klein beetje overeen. Wat is een klein beetje? 10.000. Hoe, 20? Ja, 1.000. Oh my god. Ja, wat het een beetje is, ik bedoel, het plot is prachtig, dat vooropgesteld. Ja, daarom. Anders komt hij straks, weet je, een of andere gare oliefabriek of zo. En dan zit je ook mee opgeschreven van... Ja, nee, dat is eigenlijk wel een goed punt. Maar het is zo diep, weet je. Kijk, als de mensen naar een resort willen, dan willen ze hier hun stoel hebben. En dan daar het water en dan bakken. Ja, misschien... Hey, een roltrap. Gewoon zo dat ze erop stappen en dan gaat het gewoon zo... En dan komen ze zo op het strand uit. Perfect. Op. Ja, ik zou het halen. Ja, nou, je hebt het geld, je hebt het idee. Ik zeg verkocht. Nee, niets. Nee, nee, ik... Oh, sorry, Gijs. Ik, nee, okay, nee. Oké, zal ik hem voor je kopen? Goed, ik ga alweer terug naar de bank. Nee. Nee, maar kijk, het is zo... Het is zo gigantisch. Kijk, het, als je... het is iets te veel voor jouw mega resort, zeker. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik liever bij wijze van spreken dan dit plot zeg maar door de helft toe. Yeah. En dan de helft van hier dan ook aan het strand plak. Ja, nee, dat gaan we doen. Tuurlijk, we halen even dat van blauw eraf, plakken we hierbij. Ja, precies. Even nog wat hoekjes eraf knippen, dat het een beetje een leuk rondje is. Nou, nee, gaan we doen. Ja, toch? Alleen even de gemeentegoedkeuring regelen. Ja. En dat je ook eens op staat te wachten. Nee, maar ik had wel een ander plotje. Die is wel iets kleiner. Ik neem aan dat de prijs dan ook een beetje naar beneden gaat. Ah, normaal wel. Laten we het daarop houden. Normaal gesproken zou de prijs inderdaad naar beneden moeten gaan. Oké, want dat is hier rechtdoor. Oh. Nou, langs alle mensen. Ik weet ook echt niet wat er aan de hand is vandaag. Echt, afgelopen week is er gewoon niemand bij de bank. Hè? Dat is echt gewoon zo. Je ziet nou net niet zo'n woestijnprop zo voorbij rollen. En dat je denkt, hallo? 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 Maar daar staan al... eens 5 man buiten van... Oh, we gaan de bank... Ah, gelukkig heb ik wel camera's. Ja, precies. Ik wil net zeggen, het is maar goed dat je de camera's hebt. Maar ja. Heb je dan al veel leningen uitgegeven? Nee, nog helemaal niks. Ah, oké. Okay. Oh, je moet natuurlijk eerst geld in de bank voordat het eruit kan, of niet? Nou, er zit genoeg geld in de bank. Alleen, ik heb met Cosmo een deal gesproken dat... Zeg maar, mensen die echt in Sunnyvale wonen, mogen een lening hebben... Okay. En niet zeg maar al die Mindtopianen die zeg maar zitten... Oh shit, ik moet mijn lening nog terugbetalen. Even een Sunnyvale toe lening nemen. Ja, ja, nee, dat is ja, inderdaad wel goed. Ja, een lening met een lening. Ja, een beetje de echte wereld. Jij hebt dus nummer 43 op het oog. Ja, ik denk zeg maar hier heb je dat het heel erg... Ja, is overal... ook wel eerlijk een mooi plot hoor. Hij is mooi, hè? Je hebt een lekker tropische boom. Wie weet kan je zo'n leuke kabelbaan zo doen bij het water. Dat mensen zo... Wiii! En dan bam erin. Ja, precies. En je kan waarschijnlijk met de gemeente nog wel iets leuks regelen. Dat je een stukje strand erbij kan nemen. Dat je daar lekker wat strandstoelen neerzet. Exactly. Maar ook kijk hier. Blauw. Van wie is blauw? Blauw was van Mindtopia. Oké. Dus dan moet je bij Joris of David zijn, die regelt de verkoop daarin. Dat is dat ene gebouwtje wat de eerste overbrugging had in de server. Ah, oké, ja, zeg ja. Ongeveer bij mijn... bij de Red Street achteraan. Ja, 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 nee, ik ken dat het wel. Ik uitgelegd. Maar, ja, want kijk, stel ik koop bij jou uiteraard deze dan. Ja. Dan heb ik... Dan zou je nog kunnen zeggen van... Hey, ik snoep dit randje erbij. Ja. En dat, ja, en dan heb... Oeh, dat is ook slim. Ja, toch? En dan zou het misschien zelfs 1 plot kunnen worden. Dat zou kunnen. Want dan heb je dus sowieso dat alles wat ik verkoop... Want uiteraard, ik ga de appartementen verkopen. Ja, dat is slim. Maar alles zit dan aan de strandkant. Dus ook hier zelfs aan de zijkant. Ja, dat wel. Dat is wel echt slim bekeken, meneertje. Ja, toch? En dan, als ik het wil, dan kan ik dus uitbreiden. Wat ik zei bij die anders, van als ik hem door de helft zou doen en naast elkaar. Dan heb ik dat effect hier. Ah, het is best op zich een prima idee. Ja, dat dacht ik ook. Dus, we gaan mooi dit plotje verkopen aan jou? Ja, we moeten het alleen nog over de prijs... Of, nou ja, prijs. Ik bedoel, ik heb jou een kat gegeven, dus misschien 100.000! Is het wel... Ah, grapje. Oh, jeez, man. Hij is 80.000. 80? Oké. En die andere was 120, hè? Ja, dus er zit bijna dik 40.000 verschil in. Dus het valt binnen je budget. We zijn er zelfs onder gegaan. Hey,
Ja. Oké. Okay. En weet je dan toevallig of die dan ook 80.000 is? Hanteren die dezelfde prijzen of? Volgens mij wel. Tenzij hun een beetje met de prijs willen gaan sjoemelen. Ja, daar zie ik ze wel vooraan. Maar ik moet misschien ook nog wat zaken doen met David, dus... Ja, nee, misschien kan je daar... Ik denk dat je daar wel misschien een leuk dealtje kan uitsluiten. Van, nou, hé, hey, dan mag jij wat dingetjes hebben in Mindtopia. En dan precies. Neem ik even deze over, is niks aan de hand. Prima. Oké, ja. Dag David. Nee, precies. Dag. Ja. Oké, maar Faye zit hier wel tegenover. Weet jij wat zij gaat maken toevallig? Of het echt een schokkend iets zal zijn of een leuk iets? Want... Zover ik weet, werd het gewoon lekker een leuk vakantiehuisje dus. Ah, oké, dus dat scheelt er wel. Er komt geen gek standbeeld van Faye met zo'n grote staf in de handen van... Hier woont Faye! You nee. shall not pass. Het is niet dat je echt een lelijk uitzicht gaat krijgen. Oké. Nou ja, dan neem ik hem. Nou, dan bij deze gaan we even de betaling regelen en dan is hij van jou. Awesome, man. Ja, en dan ben ik benieuwd wanneer je resort klaar is. Ja, ik ook eerlijk gezegd. Eén ding scheelt, daar zit het bouwbedrijf. Ja, en wie zit hier dan? Hier zit nog niemand, het is gewoon nog leeg. Maar dit is volgens mij ook van de gemeente of zo, weet ik veel. Oké, okay, ja, dat vind ik het enige mindere aan het plotje, is dat je hier natuurlijk de weg hebt, maar ja... Ja, hey. Ja, dat hoort erbij. De agent kan toch wel de weg een tijdje afzetten. Ja, dat zou mooi zijn. Sorry, echt, wegens verkeersdreigementen moet deze weg even dicht. Jongen. Ja, het is denk ik wel echt een hele mooie plot om een mooi resort te maken. Dat wel. Lekker rustig, zeg maar. Niet zo'n vervelend drukke straat of zo. Gewoon... Nee, precies. Lekker, mensen weten het te vinden. Dan kunnen ze lekker heen. Lekker chill, niks aan de hand. Chill. Prima, toch? Ja, het lijkt me wel. Nou, nog steeds raar dat al die mensen buiten staan. Die hebben denk ik gewoon er zin in. Ja. Rare vlegels. Ik zal wel een beetje een oogje op ze houden. Ja, is handig. En als de bank wordt overvallen, dan weet je genoeg. Ja, precies. Nou, we hebben een pinautomaat. Die staat fancy achter je. Oh, ja, ik moet natuurlijk gewoon cash. Dat zijn ze wel gewoon hebben ze geleverd, hè? Eventjes kijken, hoor. Camera's zijn te duur, maar een 2-pinautomaat, oh nee, dat kunnen we wel regelen. Ja, even kijken, dan heb ik 16 blokken nodig. Ja, precies. Precies 16, oh my god, waar is mijn saldo heen? Is weg, denk ik. Zo'n vakantie. Ja hoor, is al naar het resort. Die zit al op vakantie van, oeh! Oké, eventjes kijken. Dit is dan 16 diamond blocks, a.k.a. 80.000 euro. Correct. Nou, dan bij deze is hij van u. Wow, we hebben hem! Yes! Yes! Ik ga straks even de gemeente nog even noteren van deze staat op de naam van Deadly Famous. En dan kunt u er alles op bouwen wat je zin in hebt. Oh, dat lijkt me heel tof. Dan moet ik naar een architect, dan moet ik het laten maken. Dat wordt cool. Ik ben benieuwd. Ik zie het vanzelf wel verschijnen, want ja, ik loop hier toch nog ergens rond. Yes, natuurlijk. Krijg ik dan nog een ontvangstbewijs of zo? Als u dat wil, kan ik het gewoon... wordt waarschijnlijk wel een brievenbus tijdelijk neergezet. Dus dan zit hij daarin en voor de rest... Okay. Het staat gewoon op uw naam zo meteen dus. Nou, helemaal top, man. Dat is eigenlijk je grootste bewijs. Ja, precies. Het feit dat hij van mij überhaupt is. Ja, daarom. Oké, nou top. Ontzettend bedankt voor al je hulp dan. Nou, nee, jij bedankt voor het plot kopen. Ja, geen probleem. Want weet jij hoe het verder gaat met de gemeente? De gemeente is een beetje stilletjes. Beetje spoorloos. Ja, ik weet het ook niet. Ik heb allemaal mensen die aan mijn dak komen. Meneer de bank, ik wil lenen. En dan zeg ik van, moet je bij de gemeente zijn? En dan zit van, maar daar heeft hij geen geld. Nee, dat klopt. Maar je moet eerst een Sunnyviller zijn. Ja, ik ben het ook nog niet officieel. Ja, nee, eigenlijk ben je hier ook een beetje een vluchteling. Zo van, straks komt Mytopia erachter dat ik hier zit. Ben jij dan al wel een inwoner? Ja, kijk. Tada! Oh, wacht. Tada! Ik ben oranje. En ik zeg hallo. En je bent groen. Nou. Dan hoor je trouwens, als je het kan regelen bij de gemeente, dan hoor je misschien de 4e inwoner. Wow, nice. Want ja, het is nu ik, Bedewilds, Isaac en... Ja, dat was het. Oké, nou ja. Ik denk dat we wat campagnes moeten gaan doen om mensen hierheen te krijgen dan. Goedkoop echt gewoon zeggen van, oh, leen oneindig veel bij de bank, woe, stuntprijzen. Ja, precies, leen nu gratis, neem al ons geld hier, pas op, dat is mijn geld.
Nee, is eigenlijk van de bank. Dus maakt niet uit. Ah, oké. Okay. Dan zit ik mijn eigen geld weg te gooien. Nee, ja. Pak natuurlijk ook wel weer op. Gelukkig. All right. Ieder eurotje blijft hier. Ja, nee, uiteraard. Alright, dan ga ik door. Ik wens u een fijne avond. En, hetzelfde. Ik zie wel wanneer er een fancy resort staat. Ja, nou, mocht je nog een mooi vakantieplekje zoeken, dan weet je natuurlijk waar je moet zijn. Dan weet ik te vinden, want ik heb hem verkocht. Ah! Alright, man. Dan spreek ik jou binnenkort weer. Is prima. Alright, ciao, ciao. Dag. Holy smokes, guys. We hebben gewoon een freaking plot. En niet zomaar een plot, maar echt een mooi plot. Oh, we krijgen meteen ons standaard inkomen. Bam, 2000 euro erbij. Maar we hebben echt een awesome plot. Ik denk dat het echt een goede keuze was. Dat andere plot was toch net iets te groot. Al was hier wel mooi. Hier kunnen we echt hele mooie gebouwtjes maken om te verkopen aan de mensen. Dus ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Vond je het nou leuk? Vergeet niet dat duimpje omhoog te smashen. Check ook zeker Gijs zijn kanaal in de beschrijving. Hij uploadt ook gewoon Mindtopia. Dus wil je daar de storyline volgen van de bank? Check het zeker even. Vergeet ook zeker niet op mijn kanaal te abonneren. En dan zie ik je heel graag volgende keer bij een nieuwe video. Tot de volgende keer, mensen. Ciao. Alle miners zeggen ja tegen die en die ja. Je swingt met je ex en dan is het raak. Niet stoppen voor het goud, maar recht naar de ja. Mijn paard komt kijken hoe het nu met me gaat. Hey, paard, schrijf op.